In deze nieuwe update is er een nieuwe battle gaande in Coney Crossroads. Komt er een nieuwe funding station voor de Boogie Bomb vs The Rift. En niet te vergeten, er zit een nieuwe shotgun in, genaamd de Ranger Shotgun. En geloof me, hij is echt heel erg goed. En op dit moment is 60% nog steeds niet geabonneerd die deze video aan het kijken is. Dus doe dat. Doe het. En dan gaan we nu beginnen. Nou moeten we natuurlijk wel ons best gaan doen om de nieuwe shotgun te gaan vinden. Want volgens mij is hij niet heel makkelijk te vinden. Tenzij ik nu echt volledig tegensproken geworden. Maar daarvoor moeten wij dus wel eventjes ons best doen. Maat, het is ook een chaos, bro. Oh, dit zijn bots. Ik dacht al, maat, hoe zijn hier zoveel enemies? Maar dat lag dus aan de bots. Oké, waar staan die chesten? Hier is een chest. Ik land hier namelijk nooit. Ik hoorde hier nog ergens een chest. Waar de hek is. Zit hij hier binnen? Oh, dat is dit ding. Nee, jawel. Huh? Hier is nog een chest. Maat, ik ben echt confused. Ik hoor enorm veel dingen om mij heen namelijk. Dus vandaar dat ik een beetje confused ben. In deze nieuwe update zijn er een aantal dingen veranderd. Nou zijn er ook een aantal dingen geglitched. Hij heeft die shotgun. Dankjewel. Ah, jij hebt de shotgun. Toch? Juist, lekker maat. We hebben hem gewoon in één keer binnen. Dit is de nieuwe shotgun. De Ranger Shotgun. En hij heeft een one barrel. Ook dacht hij twee shots zou hebben. Als ik het goed heb begrepen is het een soort van combat shotgun. Maar dan in een heavy shotgun vorm. Snap je? Dankjewel. Kurima. We spelen natuurlijk wel de build game mode. Want ik wil het een beetje afwisselen. Ik wil de ene video wil ik wel bouwen. En de andere video niet. Maar dit is dus de nieuwe shotgun. En deze shotgun heeft dus waarschijnlijk enorm veel range. Als dat niet zo is, zou ik het een beetje gek vinden. Dus die willen wij natuurlijk wel even uitproberen. Maar dat moet wel lukken. Ik zag hier een auto voorbij rijden. Dus ik... Oh, hier ligt nog zo'n shotty. Ik kom even hierheen. Nee, nee. Wajo, maat. Wajo. Nou, die gaat me nu volop sprayen. Wacht. Hij heeft zichzelf gekild. Oh. Een battlebus. Wacht heel even. Wow, teamers. Serieus, gast. Serieus, ouwe. Serieus, freaking teamers. Echt? Maat, sorry, maar dan... Maat. Waarom zitten er teamers? Okay, ik wil die shotgun even uittesten, man. Moet je wel raak schieten, Rick. Nu. Oké, Rick, nou moet je raak schieten. Ik vind het zo gek om met deze shotgun te spelen. Ik moet er echt even oefenen, hoor. Dus echt even wennen. Wat voor paarse gun ligt hier? Niks. Nice. Big shield. Ik word nog steeds volledig geairrapt trouwens. Al 2 minuten lang. En dan kan ik heel slecht tegen. Nee, dit zijn weer al die bots, of niet? Maat. Oh, die rot battlebus hier, jongen, maat. Kan je niet mensen reporten of zo vanuit... Ja? Nee, 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 je bent een one shot, Nee, oh maat, vieze poepteamers. Ah, fijn, er ligt in ieder geval genoeg loot hier. En ik kan nu in ieder geval rustig aan looten. Zo, en even vertellen wat er allemaal nieuw is in deze update. Zoals je dus kunt zien, er is ook een nieuwe editstijl voor Ruby. En... Oeh, we krijgen hier guns en zo. Damn, oké. Alleen kan ik de helft niet meenemen. Oeh. Wait, ze zitten daar. Ik wil ze heel graag killen, man, die teamers. Maar deze editstijl voor Ruby heeft iedereen gekregen als je de Ruby skin hebt. Dus heb je hem, dan heb je hem nu unlocked. Hier! Vieze teamer! Echt waar, wat een vieze poepdoos ben jij. Let's go. Je had no fuel. Lekker voor je, maat. Lekker voor je. No fuel. Launchpaddy erbij. Hoppa. Lekker, bro. Lekker. Maar buiten de shotgun zijn er ook een aantal andere dingen die nieuw zijn. Bijvoorbeeld dat nu de Condo Canyon blimp gecrashed is. Zoals je ziet, rechts onder in de map heb je dus geen blimp meer staan. Of vliegen. Hij staat er nog wel. Nou blijkt het ook dat deze blimp het voor de helft maar doet. Zoals je zag, die ene bos die spant beneden. En in sommige games is de hele blimp gewoon weg. Hoort niet, maar is geglitched. Wel weer een launchpad erbij, want ik hoor weer enemies achter me. Laten we even omhoog gaan. Als dat tenminste werkt. Shockwaves, thanks.
Thank you very much, bro. En voor de rest zijn er vooral heel veel cosmetic items toegevoegd en weer veranderd. Bijvoorbeeld Star Wars komt ook weer terug. En nu komt er een... Nu komt er iemand hierheen. Even wachten. Oh. Wacht, reload snel. Sorry, dat was ik even. Dat was een lekkere kill. Had hij veel loot of niet? Zo gek, wat is dat? Een heavy sniper. Oké, maar die ga ik niet gebruiken. Vandaag is trouwens ook de dag dat je die bonus skin van de Battle Pass kunt unlocken. Dus die kan jij vandaag unlocken. En binnenkort komt er een nieuwe enemy. Binnenkort komt er dus ook een nieuwe battle weer. En dat is namelijk de Boogie Bomb tegenover de Rift. En wie dan dus weer de meeste foto's krijgt, of de meeste bars, die gaat dus geunlocked worden of geunfold. En er zit nog eens één zo'n guy hier, jongen. Oh, is hij nou dood? Is die enemy doodgaan door die... Zou dat natuurlijk niet door mij gebeuren ofzo. Er lag hier loot. Maar ik heb een gevoel dat mensen hier zijn geweest. Zo'n vermoeden hoor, maar wat voor shotgun is dat? Oké, dat is een pump. Die wil ik niet. We willen natuurlijk wel deze hebben. We willen hem eigenlijk upgraden trouwens. Dat kan misschien nog wel. Ergens, misschien. Waar zijn die enemies? Nee, niet daar. Ik hoor hier daadwerkelijk enemies, maar ik weet niet waar. Oh, hier. Hier sowieso. Ja. Oh, in mijn rug. Hier. Echt, net schoot je legit alles raak. En nu schoot je gewoon alles mis. Oh, er zitten er meer enemies. Ik heb volgens mij nog geen één keer gebouwd gewoon, jongen. Dit potje. Het is echt bizar. Dat moet ik wel echt even gaan doen, Rick. Echt even mats gaan farmen. Oh, paarse. Oh, dat is een combat. Hoe zit je me daar doorheen? Maat, wat? Hoe dan? Flink eromheen weer lopen. Nee, bro. Get out. Jij moet ook weg, hè, bro. Jongen. Laten we snel weggaan. Launch paddy. Ik ben alweer vergeten dat ik die inderdaad bestonden. Want ik speel zoveel no build dat het ook gebeurt. Even kijken. We zien hier een tank in mijn build staan. Dus die wil ik zeker vermijden. Hier heb je ook weer twee enemies. Lekker. Drie keer hit. Go. Dat was zo'n slechte ding, gast. Ik ben niet gewend dat hij daarop staat. Ik moet hem op X hebben, zo. Prima. Zitten ze alle twee daar nog? Jazeker. Zo gek, 63 van die range. Yo, wat? Dat is echt ziek goed. Oké. Maat, hoe ben jij niet dood? Even serieus, gast. Mijn aim is echt zo poep nu. Wat? Waar komt hij dan weer vandaan? Wat? Nee, waarom is er dan nog zo'n sniper guy? Oh, maat, jongen. Fort parties hier, maat. Ik heb geen mats meer. Ik heb nul mats. Oh, dit vind ik zo poep. Ik moet hier weg. Maar die damage, jongen, dat is bizar. Ik heb zeker geen armored walls. Nee, die heb ik niet. Oh, ik wil hem zo graag killen, jongen. Let's go. Dat was wel een mooie kill. Komt-ie. Ik heb hem! Nice. Je bent one shot.
Nice, go. Ik mag echt niet gehit worden. Ik ben zo dood dan, hè. Oh, hier liggen nog dingen. Hier liggen nog dingen. Blue shotty. Go. Go. Ik kan nog een galantje. Nice. Oh, maar mijn building skills zijn zo weak at the moment, wat? Maar ja, hey, top 10. Daar gaat het om. We hebben wel mats nodig, jongen. Dat heb ik ook lang niet gezegd. Oh, enemy. Oh, dit vind ik heel jammer. Dit vind ik heel jammer. Dit is zo lekker, hè, bro. Let's go. Maar mijn aim en zo, ik weet niet wat het is, maar ik speel zo als een bot at the moment vandaag. Maar dat maakt niet uit. Weet je, de gameplay is er. Daar draait het om. Nou, ik moet ook veel meer bouwen gaan spelen, jongens. Dus hey, wil je mijn duo teammate zijn? Please. Oh ja, en deze week of volgende week komt de LMG terug in de game. Jullie kennen deze LMG vast wel. Maar die komt dus binnenkort weer terug. Dat kan of deze donderdag zijn of volgende week dinsdag. Ik vermoed eerlijk gezegd dinsdag. Maar maybe dat we verrast worden en dat die al heel erg snel in de game komt. En de lightsabers zijn trouwens ook weer geüpdate en veranderd. Dus er is een kans dat die ook binnenkort weer gaan terugkomen. Natuurlijk, want de Star Wars skins komen ook terug. Dus er is een kans. Ik ga je er niet uitschieten, oké, bro? Ik ga je er gewoon niet uitschieten. Dat doe ik niet. Want zo lullig ben ik niet. Ik wil je wel killen. Auw. Maar ik wilde je niet... Gaat hij mij nou echt volop pushen? Deze man heeft... Yo, ik zweer het je, maat. Dit zijn echt sweats. Oké. Okay. Nou, bij mij dus ook zo te zien. Reload. Nice. Nice. Moet je opletten. Ik heb geen meds. Joe. Ik moet hier weg. Eigenlijk, want anders ben ik... Oh, het is een 1v1. Oh. Ja, maar dat wist ik niet. Oh, nee. Als ik dat had geweten, had ik heel anders kunnen spelen. Ja, deze verlies ik dan nu, want ik heb nu geen mats meer. Ja, GG, though. One shot ben ik nu. GG's though. Geen idee hoe ik daar dood ging, maar GG's. Deze kon ik echt niet winnen. Maar dit is er allemaal nieuw in deze nieuwe update. Vergeet even een blauw duimpje achter te laten. Vergeet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik je morgen weer bij een nieuwe video om 4:30 op mijn kanaal. Ciao.